er is een klimaatakkoord afgesloten in Parijs en daarin hebben we met z'n allen afgesproken dat we in 2030 de helft van het CO2 minder willen uitstoten. En daarom gaan we op zoek naar andere bronnen. We hebben natuurlijk in Nederland ook nog eens een doorwolven opgezegd. Wij willen van het aardgas af. Dus ja, dan moet je echt op zoek. En een van die bronnen die nu al beschikbaar is, is biomassa. Daarom hebben we in Zaanstad een warmtenet opgestart. Dat stoken we vooralsnog eerst warm met biomassa. Dat is een beschikbare bron, dat is een groene bron, daar letten we ook op. En ondertussen gaan we op zoek naar andere bronnen, zoals aardwarmte of warmte uit water. De reden om een biomassacentrale bij de woonwijk te bouwen is dat alle klanten zitten daar heel dicht in de buurt. Een warmtenet moet je daar aanleggen waar je een korte overdracht hebt van warmte naar de aansluiting. En als je dat in het buitengebied zou doen, dan moet je heel veel pijpleidingen aanleggen en dan heb je ook heel veel verlies. En dat is goed te combineren met een hoogwaardig technische installatie die aan de strengste uitstootnormen kan voldoen. En dat doen wij. Zowel de fijnstof als de stikstofuitstoot ligt heel laag. Je kunt ons bij wijze van spreken vergelijken met 1 of 2 gemiddelde houtkacheltjes. En ja, op dat niveau kunnen wij 1500 woningen verwarmen. Waar wij naar kijken is de maatwerkvergunning voor de emissie van de installatie en of de installatie zich aan de algemene regels houdt. En als we het hebben over emissie, dan praten we zeg maar over ja, wat komt er uit de schoorsteen van de installatie. En daar is een, zeg maar, een maatwerkbesluit voor opgesteld. Die is trouwens veel strenger dan wat er in de wetgeving staat. Een factor 3 lager voor de uitstoot. En daar toetsen wij op. Er wordt hier hout verbrand. En laatst belde inderdaad een mevrouw en die zegt waar rook is, is vuur. Maar bij ons is het zo, we hebben vuur, maar bijna geen rook. En dat komt omdat wij een heel goed gecontroleerd verbrandingsproces hebben. En daarna in 5 stappen de rookgassen helemaal reinigen. Zodanig dat we voldoen aan die eisen die door de overheid, gemeente en provincie aan ons gesteld zijn. Wat er trouwens wel is in het verleden is gebeurd, dat er storingen zijn geweest. En ook daar gelden regels voor. Een storing moet op tijd gemeld worden. En we hebben goed contact met Bioforte. En we hebben ook afspraken gemaakt, ja, wanneer is er sprake van een storing? Wanneer komt de emissie vrij en wanneer is er dreiging van een overschrijding van de emissie? En ja, tot op heden meldt Bioforte dat netjes. De installatie voldoet aan de strengste norm. Dus het is ja, bijna te zeggen dat dat schoner is dan de snelweg waarschijnlijk hiernaast. De basis van Bioforte en ook de basis van dit project is dat je met lokaal geoogste biomassa duurzame warmte kunt produceren. En dat is gecertificeerd duurzaam snoeihout, dus er worden geen bossen gekapt, er wordt alleen snoeiwerk verricht. En dat verbranden wij hier. Mensen bieden hier wel eens kerstbomen aan. Ze zeggen ja, dat gaat dus niet in onze centrale, dat mag niet in onze centrale, kan ook niet in onze centrale. En dat geldt al helemaal voor geverfd sloophout of meubels of weet ik wat al meer. Dat zijn allemaal spullen die wij niet willen, maar ook niet kunnen verbranden. Want dat past niet in ons concept, dat past niet in onze verbrandingsinstallatie. Wij verstoken louter keurig schone houtchips uit Nederlands snoeiwerk. Ondertussen draait het warmtenet nu ook. En als we daar ook mee verder gaan, dan hebben we straks ook, hoop ik, de andere bronnen. En dan kunnen we overschakelen van de biomassa, dat echt een transitiebrandstof is, naar de aardwarmte of de warmte uit water of andere bronnen.